Alle excursies van het ROC Rijn-IJssel in Arnhem zijn afgelast. De school wil eerst meer duidelijkheid over het ongeval in Friesland. Ja, ik hoop dat het meisje zo snel mogelijk gevonden wordt, dat het duidelijk is wat er met haar gebeurt. En dat de familie ook verder kan met het verwerken van het proces. Als het aan justitie ligt, gaat een overvaller jarenlang de cel in. Hij sloeg een melkboer uit Nijkerk met een klauwhamer invalide. En Arnhem staat de komende maand weer helemaal in het teken van de mode tijdens de modebiennale. Hoe ze het altijd doen, nu ik het ook zo zeg, krijg ik s'nachts kippenvel daarvan. Goedenavond, dit is het nieuws van dinsdag 31 mei. Het ROC Rijn-IJssel in Arnhem heeft alle excursies afgelast. De school wil eerst meer duidelijkheid over het ongeval in Friesland, waarbij een zeilboot omsloeg. Een van de 6 inzittenden, een studente van 24, is nog altijd vermist. Ook vandaag is er weer tevergeefs naar de studenten gezocht. In Arnhem zijn haar klasgenoten nog altijd erg ontdaan. Ze praten dan ook dagelijks met slachtofferhulp en vertrouwenspersonen over het drama. Er worden individueel, maar ook met groepen gesprekssessies gehouden. Dat gaat gewoon zoveel mogelijk. En waar mogelijk, in overleg met de groep, worden wel wat lessen gedaan. Maar deze week komt het er echt niet van. Al zeker 25 jaar lang organiseert de school dit soort zeilkampen. De 3-daagse excursie is een verplicht onderdeel binnen de opleiding tot tandartsassistenten. Het is onderdeel van de hele opleiding, het is onderdeel van het curriculum. Dus je moet het gedaan hebben, wil je opleiding kunnen afronden. Waarbij met name de samenwerking, het groepssamenwerken, het organiseren van dingen voorop staan tijdens die 3 dagen dat men daar is. Volgens een vriend van de familie kon de 24-jarige Afghaanse niet zwemmen. En droeg ze ook geen zwemvest op de boot. De politie doet er onderzoek naar en daar moet je voor bij de politie zijn. Maar dat was niet bekend bij de school? Daar doe ik geen uitspraak over. Ook de politie wil hier, zolang het onderzoek nog loopt, niets over kwijt. Bij een schietpartij in Waardenburg is vanmorgen een man gewond geraakt. Dat gebeurde bij een woning aan de Achterweg. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. 4 mannen die iets met de schietpartij te maken hebben, zijn in een auto gevlucht. Nadat zij van de Achterweg zijn weggereden, zijn de daders, vermoedelijk 4 personen, door Waardenburg heen gereden. Uiteindelijk hier op de Steenweg terechtgekomen. En daar is hun auto in de slip geraakt, over de kop gegaan. Ze wisten uit het vak te komen. Vervolgens hebben ze de sleutels van de andere automobilist afgepakt en zijn ze er met zijn Seat Ibiza vandoor gegaan. Het kenteken is 71 PNT 6. De politie raadt mensen af de auto te benaderen als ze hem ergens zien staan of rijden. Het is een van de eerste maatregelen die het kabinet Rutte er doorheen loodste. De maximumsnelheid op de snelwegen omhoog naar 130 km per uur. Vanaf vandaag mag dat buiten de spits op de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Deil. De A2 is een van de 8 snelwegen waar dit bij wijze van proef wordt gedaan. Ik heb het gehoord en ik heb het meegemaakt, dus... Prettige snelheid om te rijden. Enthousiasme vandaag langs de A2. Je moet wel even goed kijken, maar het staat er toch echt 130 km per uur. De A2 in het westen van onze provincie is onlangs verbreed tot 2x4 rijstroken en is volgens Rijkswaterstaat daarmee veilig genoeg om 130 te rijden. Maar juich niet te vroeg. Dat mag maar over een afstandje van amper 15 kilometer. Dat levert een tijdswinst op van 30 seconden. Ja! Ik rij altijd eigenlijk 130, dus wat dat betreft verandert er voor mij niet zo heel veel. Misschien in de boetes, dat het daarin scheelt. En er mag alleen maar 130 gereden worden buiten de spits. In de spits mag je nog maar 90, terwijl dat vroeger 120 was. De matrixborden boven de A2 kunnen tot ergernis van de automobilist maar 2 cijfers aangeven. Als je het verkeersaanbod bekijkt, zou je makkelijk gewoon 110, 120 zou kunnen rijden. En nu moet je toch 90 rijden. Waardeloos systeem. Ja. De proef duurt 2 jaar en wordt daarna geëvalueerd. Ook juni wordt warm en droog. Dat verwacht Weerinstituut KNMI. De droogte betekent extra problemen voor onder meer de Gelderse boeren. In de afgelopen maand viel in totaal 50 mm neerslag. En dat is nog niet een derde van wat er gebruikelijk valt. Er worden geen problemen verwacht met drinkwater. Maar het beregeningsverbod op de Veluwe blijft wel van kracht. Ook wordt er extra water van de Rijn naar de IJssel doorgelaten. Het is een nachtmerrie voor iedere ondernemer. Een gewapende overval. Toch komt het steeds vaker voor in de regio Gelderland-Zuid. Ook gaan overvallers steeds gewelddadiger te werk. Tijd voor actie dus, vindt het hoofdbedrijfschap Detailhandel. Samen met de politie en de Kamer van Koophandel houden zij nu workshops voor ondernemers en winkelpersoneel.
Spreek iedereen aan. Haal iedereen uit de anonimiteit. Ook al denk je van, ah, er klopt geen zak van. Ga erop af. Zo'n 70 ondernemers en winkelmedewerkers kwamen gisteravond in Tiel af op de overvallen bijeenkomst in het stadhuis. Bijna allemaal hebben ze in het verleden te maken gehad met agressie. En in sommige gevallen zelfs met een overval. Zijn er mensen hier zelf met een overval geconfronteerd? Ik zie in ieder geval toch al een aantal vingers, 2, 3. Vanavond leren de winkeliers wat ze moeten doen bij een overvalsituatie. Ook krijgen ze tips over hoe ze moeten omgaan met agressieve klanten. En die tips zijn meer dan welkom. Je maakt het toch wel dagelijks mee. Mensen die dus heel agressief zijn. En dat ze goed op je afreageren. En dat kan wel een impact hebben, ja. In de politieregio Gelderland-Zuid steeg het aantal winkelovervallen afgelopen jaar fors. Maar ook dit jaar waren er al de nodige overvallen in onder meer Nijmegen en Tiel. Een verklaring voor deze stijging is er eigenlijk niet. De politie zegt er alles aan te doen om het aantal overvallen terug te dringen. De winkeliers kijken terug op een geslaagde avond. Ik vond het een zeer nuttige toevoeging. Ik heb zelf een aantal maanden geleden een overval meegemaakt. Dus ik herken wat dingen op het gebied van de overvallen. Ja, ook winkeldiefstal, daar heb je regelmatig mee te maken. En ik vind het heel goed dat het HBD en de Kamer van Koophandel dit zo op gaan pakken. En hij heeft er direct een goede raad aan overgehouden. Mijn les is dan denk ik, don't take it personal. Hij komt niet van mij. Hij wil wat hebben. Vanavond is er in Nijmegen nog een overvallen bijeenkomst. En over 3 weken in Wijchen. Wie is Amber? Die vraag hield de gemoederen bezig tijdens de opening van de 4e Arnhem Modebiennale. De hele modewereld gaf vandaag acte de présence en deed mee aan een mysterieuze zoektocht naar Amber. De zoektocht naar Amber begint tijdens de biennale in een mysterieuze ruimte gevuld met vreemde geuren. Ik vind het heel moeilijk te plaatsen, eerlijk gezegd. Toch roepen de geuren blijkbaar wel een beeld op van wat Amber zou kunnen zijn. Het lijkt me een heel erg leuk vrouwtje wel, ja. En ik denk dat ze een goede sfeer om zich heen heeft. Een goede sfeer dus. Maar het blijft toch een beetje vaag. Even kijken of misschien iemand anders ons uit de brand kan helpen. Amber is... Ja, ik denk hun adoratie van... Ik denk dat Amber mode is, gewoon hoe mode is wat ze ook zeggen, mode is vlug, mode is dit, mode is dat. Je kan het niet echt vastleggen. En nu hebben ze geprobeerd het vast te leggen in een expositie. Ja, ja. Misschien moeten we toch maar vragen aan Jof, de nieuwe artistiek directeur van de Modebiennale. Amber is mode en mode is Amber. Amber staat voor de identiteit van mode. Goed, dat weten we dus. Maar even later denken we Amber zelf tegen te komen. Oh, Stacy, ja. Dus jij bent niet Amber? Nee, ook ben ik Amber. Nee. Ik zoek naar Amber, maar... Ja, ik ben ook al een tijdje op zoek naar Amber. Dus dat schijnt wel te komen. Dat is wel spannend. Goed, het blijft dus een mysterie. En als u zelf erachter wil komen wie Amber is, u kunt nog tot 3 juli naar haar op zoek. Heel wat kilo's aardappelen verkocht hij de laatste 33 jaar. Maar nu stopt marktkoopman Rossel ermee. Zometeen, dan ziet u meer. De vestiging van IKEA in Duiven is vanochtend gewoon open gegaan. Er is volgens de politie geen sprake van een concrete dreiging. Bij IKEA-winkels in het Brabantse Son en bij winkels in België en Frankrijk waren gisteravond kleine explosies. Wie erachter zit is nog onduidelijk. De Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid wil gaan samenwerken met scholen en commerciële partijen. Dat blijkt uit het beleidsplan van de bibliotheek. De nieuwe koers is het gevolg van bezuinigingen. In Nijmegen moet de Bibliotheek Gelderland-Zuid 7 van de 12 vestigingen sluiten. Een grote brand heeft een boerenschuur in Pannerden vrijwel volledig verwoest. In de schuur stonden een paar landbouwvoertuigen, mais en stro. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen boerderij en de veestal. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Twee cliënten van gehandicapteninstelling Fatima in Nieuw-Wehl zijn onlangs belaagd. Een van hen is bekogeld met eieren. Ook heeft de instelling last van vandalisme. Er is aangifte gedaan. De daders zijn volgens de politie vermoedelijk hangjongeren. In de woning van een Apeldoornse autohandelaar zijn bij een huiszoeking 3 vuurwapens in beslag genomen. Ook vond de Fiat 220.000 euro aan contanten.
De autohandelaar wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude. Hij zou andere bedrijven hebben ingezet om auto's uit het buitenland te halen zonder dat er btw over werd afgedragen. Twee auto's zijn vanmorgen in Stroef frontaal op elkaar gebotst. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die in een van de auto's zat, brak zijn heup. Het beestje raakte in paniek en sloeg op de vlucht. De politie heeft het dier uiteindelijk kunnen vangen. Onbekenden hebben in de nacht van 3 op 4 mei een grote hoeveelheid afval gedumpt langs de Waal bij Tuil. Het gaat om olie, kunststof zakken, pellets, grond en rijplaten. Rijkswaterstaat is op zoek naar getuigen van de illegale stort. Straks na het nieuws, bewakingsbeelden van een overval op een cafetaria in Wijchen. De politie zoekt mensen die de overvaller herkennen. Hij zat voor de rechter vol schuldbesef, met gebogen hoofd, en zei dat hij oprecht spijt van zijn daad heeft. Anderhalf jaar geleden takelde hij een melkboer in Nijkerk toe met een klauwhamer. De man raakte invalide. En ondanks de spijtbetuiging wil justitie de verdachte jarenlang achter de tralies hebben. De verdachte hoort een celstraf van 9 jaar tegen zich eisen. Een straf die hij accepteert, want hij beseft ten degen dat hij fout is geweest. Ja, je moet ook wel wat realistisch zijn. De cliënt heeft bekend, het is een heel naar feit. Hij heeft ook wat andere feiten bij. En ja, je kunt je niet je ogen sluiten voor de gevolgen voor het slachtoffer. Want die zijn niet gering. De melkboer liep na meerdere klappen met een klauwhamer, onder meer een verbrijzeld aangezichtsbeen en een jukbeen op en een schedelfractuur. De toen 63-jarige melkboer is blijvend invalide en is opgenomen in een wooncentrum. De melkboer verzorgde ook nog zijn hoogbejaarde vader. Die is zo ontdaan dat hij is opgenomen in een verpleeghuis. De 24-jarige verdachte die dit op zijn geweten heeft, wil de aanklager heel lang achter de tralies hebben. Meneer is al sinds 2000 bij justitie in beeld voor diverse vermogensdelicten. En nu uiteindelijk dus met een heel ernstig feit. De advocaat van de verdachte erkent ook schuld, accepteert elke straf. Wel is hij verbaasd als zijn cliënt zo gewelddadig tekeer is gegaan. Want eigenlijk is hij maar een kruimeldief. Zoals ik hem in eerdere zaken wel ken als de plaatselijke fietsendief. Nou, dan typeer ik hem absoluut niet als een kruimeldief. Eerder kregen al twee medeverdachten gevangenisstraffen opgelegd van 6 en 7 jaar. De rechtbank doet in deze zaak over 2 weken uitspraak. Elke dinsdag staat de familie Rossel op de markt in Doetinchem. Tot vandaag, want na 33 jaar verlaten de aardappelkoopman het marktplein. En dit tot verdriet van klanten en van collega's. Muizen, piepers en knollen. Bekende namen voor de familie Rossel. Al ruim 3 decennia lang verbouwen en verkopen ze hun eigen aardappelen. Maar vandaag is de laatste dag dat ze vroeg hun bed uit moeten om de spullen klaar te zetten. Gewoon het omgaan met mensen en elke markt, elke dag is weer anders. En aan de andere kant natuurlijk ook blij dat je kunt gaan genieten na een werkzaam leven van de vrije tijd die je daardoor krijgt. De aardappelkraam was een graag geziene gast op de markt. En klanten konden altijd terecht voor een praatje. En voor aardappelen natuurlijk. De familie mag dan ook niet stilletjes vertrekken. Als je hier altijd koopt, dan is het gewoon jammer als iemand weggaat. Weer of geen weer, er zijn er altijd perfect. Nooit geen problemen mee. Als ze allemaal zo waren, hadden we een perfecte markt gehad in Doetinchem. Je ziet nou ook met deze regen veel leegstand. Maar de familie Rossel is er altijd. Wie echt niet zonder Rossels aardappelen kan, de familie verkoopt ze nog wel gewoon vanuit huis. En dan nog het weer. Daarvoor gaan we naar Wageningen, naar Renier van den Berg. Wat een verschillen deze week. Van zomerse warmte naar fris weer vandaag. En dit is dan weer het beeld van morgen. Een blauwe lucht met hooguit een paar afgeplatte stapelwolkjes. Maar vandaag was het relatief kil. 14 graden op veel plaatsen. Grijs en nat, tot in de middag af en toe regen. Het meest is gevallen in de Achterhoek. Maar eigenlijk is het nog altijd een druppel op een gloeiende plaat als we bedenken dat het al heel lang droog is geweest en het komende week ook weer zonnig en droog zal worden. De omslag had te maken met een koufront, de warme lucht boven het continent. Dit is het koufront. Erachter zit heldere en frisse lucht en die komt nu snel onze kant op. De opklaringen waren 's middags gevorderd tot aan de westkust. Trekken vanavond Gelderland binnen en vannacht wordt het overal helder en fris. Want de wind neemt af en de temperatuur kan plaatselijk dalen naar 1 graad of 6... en misschien dat er plaatselijk een paar mistbanken ontstaan. En dan morgen, zoals gezegd, mooi weer, veel zon, het is helder.
Hooguit een paar plukjes sluierbewolking van tijd tot tijd en een paar afgeplatte stapelwolken, vooral denk ik boven de Veluwe. Maar voor de rest dus een zonovergoten voorjaarsdag of zomerdag. Want morgen is het 1 juni en volgens de meteorologische kalender begint op 1 juni de zomer. Zonnig dus, een enkel stapelwolkje, temperaturen tot lokaal 20 in het Rijk van Nijmegen en delen van de Achterhoek en een zwakke en later soms even matige noordwestelijke wind. Namorgen een zonnige hemelvaartsdag met oplopende temperaturen. Prachtig weer dan, een graad of 22. De dagen daarna een verdere stijging van temperatuur. Zaterdag zomers warm, 26 graden volop zon. Zondag mogelijk wat bewolking en vooral een aanwakkerende noordoostenwind. En dat maakt het wat minder warm. Temperatuur dan terug naar een graad of 22. En tot zover het nieuws van deze dinsdag. De hoofdpunten. Het ROC Rijn-IJssel heeft alle excursies afgelast. Eerst willen ze duidelijkheid over het ongeval in Friesland. En voor de leerlingen staat slachtofferhulp paraat. En dat Arnhem in het teken staat van mode en dat tijdens de opening vanmiddag vooral gezocht is naar de mysterieuze Amber. Ik wens je nog een hele fijne avond.